Mijn naam is Tesselschade Roemers-Visser. Ik ben 54 en volgend jaar ben ik dood. Mijn tijd, de 17e eeuw, is een tijd van contrast. De Jonge Republiek voert oorlog, maar heeft ook behoefte aan vrede. Het streven naar voorspoed is ten nadele van andere volkeren, zullen ze later zeggen. Aan de Amsterdamse grachten verrijzen de statige huizen van kooplieden. In de zijstraten en de pothuizen krioelt het arme volk. Ik ben het stralende middelpunt van de Muiderkring. Vrouw in een mannenbolwerk. Ik ken ze allemaal. Hoofd aan het hoofd. Huygens, de verfijnde stem van de elite. Een Vondel, de felle man uit het volk. Scherpe debatten, emoties. Welke godsdienst is de ware? Aan wie behoort de macht? Het persoonlijke is politiek en het politiek is persoonlijk. Oneenigheid en bewondering, partijdigheid en saamhorigheid. Maar we vinden elkaar in de muziek. We zingen, we spelen, we lachen, huilen soms. De dood is nabij. In de muziekvoorstelling Elk zijn waarom nemen we je mee naar de ruzies, de feesten, de vriendschappen van de 17e eeuw. Kijk voor kaarten op cameratatrajectina.nl.